Een hele goede dag en welkom hier bij een nieuwe aflevering van We gaan live kogels pruitken. Ja, en we hebben vandaag iets bijzonders en dat is namelijk, we hebben een zogenaamde Prinsjesdag aflevering. Want het is natuurlijk gisteren Prinsjesdag geweest en wat gaat er dan allemaal veranderen voor ons zowel zakelijk als privé. En degene die daar ongetwijfeld weer antwoord op weet, is namelijk, jawel, de man hier achter mij. En dat is Adriaan Posma. Welkom Adriaan, leuk dat je er weer bent. Ja, hallo René. Dus jij kunt ongetwijfeld wat meer vertellen over de gevolgen die het allemaal heeft. Wat betreft Prinsjesdag. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat staat ons te wachten? Ja, we hebben het uiteraard met heel veel interesse gevolgd. Uiteraard zijn er ook wel zaken uitgelekt vorige week al. Hè, dus we zijn wel een beetje half op de hoogte. Maar goed, blijven we natuurlijk altijd met spanning kijken. Wat natuurlijk onze sector, hè, ik ben bezig natuurlijk en als hypotheekadviseur en verzekeringsadviseur zijn wij actief. Dus we hebben best wel veel te maken met onder andere die woningmarkt. Ja. Maar ook met lonen natuurlijk voor klanten. Wat zijn daarin de mogelijkheden? Maar ook huurwoningen die natuurlijk waar mensen in de situatie komen. Dus veel interesse in die verandering. Okay. Ook veel vraagstukken die natuurlijk vanuit klanten komen over Prinsjesdag. Dus, yeah. En we hebben ook gisteren onze social media kanalen gevuld met alle informatie die we nu met elkaar bespreken. Ja, er zijn behoorlijk wat wijzigingen geweest. Allemaal wel weer onder voorbehoud dat we natuurlijk niet opnieuw een corona-uitbraak en daardoor weer een lockdown krijgen. De corona is er helaas, maar we hopen dat we daar zo snel mogelijk vanaf zijn. Maar wijzigingen die van invloed zijn, ja, eigenlijk wel de grootste wijziging heeft te maken met het kopen van een nieuwe woning. Okay. Als je kijkt naar ons sector, is voor starters die jonger zijn dan 35 jaar, kunnen vanaf volgend jaar, hè, dat betekent dat je nu al wel een woning kunt gaan kopen, als die maar passeert na 1 januari van dat jaar, heb je voor een starter met 0% overdrachtsbelasting te maken. Dat betekent dat dat 2% scheelt. Nou, even gemiddelde aankoop 3 ton, zeg maar. Ja. Scheelt dat gauw €6.000 aan eigen inbreng. En dat is natuurlijk wel de moeite. Dat is zeker de moeite, ja. Ja. Ja, er wordt gezegd dat de starters die zouden hier voordeel van hebben. Maar ik heb ook al gehoord dat er toch ook heel veel starters zijn die eigenlijk daar helemaal nog niet zo happy mee zijn. Omdat ze verwachten dat dus daarmee toch wel weer kunstmatig die prijs van die van die koopwoningen op wordt gedreven. Deel jij die mening? Ja, dat blijft altijd koffiedik. Kijk, het is vraag en aanbod. Hè? En de vraag is op dit moment nog steeds enorm ten opzichte van het aanbod. Hè? Dus dat betekent dat die prijzen, ja, die blijven maar stijgen. Hè? Percentages van 6-7% per jaar op dit moment. Dus extreme tijden zijn dit. Dat die 2% die je nu dan straks weer in die prijs gaat zitten, ja, dat zou kunnen. Ja. Maar heel eerlijk denk ik dat we, ja, er wordt sowieso al overgeboden op dit moment in de markt. Dat het niet vast zit op die 2%, denk ik. Maar goed, in ieder geval de eigen inbrengen. Hè, want 100% mag je financieren bij een geldverstrekker. Scheelt het in ieder geval gauw wel in je eigen portemonnee, die 2%. Ja. Dus dat je een eigen inbreng niet die €6.000 van je spaarrekening hoeft te halen. Ja. En dat zorgt ervoor dat starters daarin wat makkelijker een woning kunnen kopen. Okay. De beleggers worden wat negatief behandeld. Hè. Ze willen echt af van de belegger op de woningmarkt. Ja. Natuurlijk 8% voor de starters, hebben ze erover, hè? De woning wegkaart. En die gaan ze ontmoedigen door de regel 8% overdrachtsbelasting per 1 januari. Ja. Dat zal een hele hoop beleggers toch of beslissen om voor het einde van het jaar zo snel mogelijk een paar woningen erbij te kopen. Of dat ze zeggen van, ja, weet je, dat zal voor ons zorgen dat die 8% die we nu extra moeten betalen straks, of 6% meer dan de 2% die er nu is, dat we toch afzien van die woning, omdat we daar niet op korte termijn dan het rendement halen wat we willen. Dat zijn best wel drastische keuzes natuurlijk, ook wel te begrijpen vanuit de overheid, want die starter die komt bijna niet meer aan bod en die komt door deze regel in ieder geval wat makkelijker aan bod. Ja. Nee, ja, hoe dat.
Er wordt ook gezegd dat wij per saldo allemaal erop vooruit gaan. Ik heb het idee dat dat een sigaar is uit eigen doos, want alles wordt per saldo namelijk duurder. Hè, hoe dat, het zogenaamde kwartje van Kok zag ik gisteren een meneer, die zegt, hebben ze ons ook beloofd. Zeg maar, het telefoonabonnementje wordt duurder. Dan wordt de energierekening wordt een beetje duurder. Dit wordt een beetje duurder. En dan zeggen ze, ja, we gaan er 2% op vooruit. Kijk eens hoe goed dat we het doen. Ik denk van, jongens, bullshit. We boeren gewoon 5% netto in onze portemonnee achteruit. Dus dan kom ik tekort. Of zie ik dat verkeerd? Ja, om even aan te geven wat ze gisteren besloten hebben. 1,2% groei voor mensen die elonisch zijn. Ja. 0,4% voor mensen die met pensioen zijn. Hè. Ja, heel eerlijk. De inflatie is natuurlijk over het algemeen. En ook alle kosten die natuurlijk plaatsvinden zijn hoger. Maar ze proberen natuurlijk de tendens positief te houden. Hè, ondanks corona. Om te zorgen dat mensen ook blijven besteden. Ja. Ja, helaas is het niet mogelijk om iedereen maar 5% erbij te laten krijgen. Oké, okay, snap ik. Komen natuurlijk ook ergens in de problemen. Maar ik ben met je eens, tuurlijk. Het leven wordt duurder en dus ook uiteindelijk de besteding wordt minder. Omdat de kosten meer stijgen dan 1,2%. Ja. Ja. Dus, we hebben dus nu even twee dingetjes al even uitgelicht. Maar ja, zo'n prinsjesdag, hè, zo'n troonrede. Hoe voel je eigenlijk, even totaal wat anders, hè? Hoe voel je eigenlijk dat Willem het deed? Ja, ik hoorde gisteren op de radio dat Willem dat eigenlijk nooit vlekkeloos doet. Ja. Hij is niet van het presenteren. En er werd gisteren ook aangegeven, ja, weet je, die dodenherdenking. Ja. Ja, dat kwam echt uit zijn hart. En dat kan niet, hè. Dan komt het echt, dan gaat de presentatie vlekkeloos. Ja, gisteren gaat het toch weer veel van het papiertje af. Ja. En dan zie je dat hij dan wel hapert, zeg maar, in het verhaal. Dus dan moet je eigenlijk niet aan hem overlaten. Maar ja, goed, hij moet wel. En hij zou, ja, mijn tip is naar hem toe. Lees je toch iets meer in van tevoren dan wat je normaal gesproken doet. Ja. En breng dingen ook wat meer met je hart. Maar goed, volgens mij is dat niet op zijn lijf geschreven. En, zelf vind het... Met zo'n vrouw naast hem, dat is heel hoog. Dat is absoluut waar. Ja, maar weet je, ik vind het maakt hem authentiek, het maakt hem echt. En die foutjes, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Ik snap dat ook wel. Ja. Dus ik heb zelf zoiets van, joh... Prima, weet je wel, dat ze op hebben over wat gemaakt. Maar oké, okay, zwaar. We wijken af. Wat is jou nog meer opgevallen in de hele troon? Nou ja, weet je, er zijn natuurlijk best wel wat andere wijzigingen die plaatsvinden. Ook zeker voor de particulieren hebben we natuurlijk te maken met spaargeld. Hè. Vrijstelling is nu per persoon 30.000 vrijgesteld van belasting. Die grens gooien ze behoorlijk omhoog naar 50.000 euro. Ja. Persoon. Dus je mag een ton straks aan vrij vermogen hebben, okay, zonder dat er belasting overgegeven wordt. Nou, dat is heel positief, vind ik. Daarnaast is natuurlijk de belasting... Er zijn dagen dat ik het niet heb. Mag meer gaan betalen. Hey, er zijn dagen dat ik het niet los in de voering heb, zo. Nee, dat klopt wel. Alleen, ja goed, er zijn een hele hoop met een hoop overwaarde die hun huis gekocht hebben. Ja, op die manier, ja. Waar de vader of moeder van overleden is, waardoor het huis verkocht is, waardoor het geld op de rekening staat. Dus, ja, weet je, het komt steeds meer voor. Okay, hè? We zijn dat nou eenmaal een spaarzaam land. Dus we zijn gewoon een hele hoop met daarin vermogen. Ja, dat is wel fijn dat daarin meegedacht wordt. Hè? We hebben absoluut jarenlang 1,2% moeten betalen over ons vermogen, terwijl we een 0,5% of 0,2% aan rente kregen. Ja, dan ging er dus 1% naar de overheid, omdat je dus zuinig was op je spaargeld. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Nee. Dus op deze manier vind ik dit wel een mooie maatregel. Inderdaad, op zich wat je zegt, een hele mooie maatregel. Een tonnetje vrij als het ware. Wat is nog meer een voordeel daarvan, behalve dan dat je geen belasting hoeft te betalen? Nou ja, weet je, deze crisis heeft ons laten zien dat je kwetsbaar bent. Hè? De corona kan natuurlijk best zeker kwetsbaar in deze zijde van, ja, weet je,
je moet een schokje kunnen opvangen in deze tijd. En je merkt dat dat sparen daarin natuurlijk wel, dat mensen daarop terug kunnen vallen. En wat je gezien hebt, dat mensen op deze manier ook wel beloond worden op dat verhaal. Ja. Want natuurlijk in het verleden werden ze toch wel afgestraft en gingen mensen misschien wel wat roekelozer om met hun spaargeld. Ik denk, weet je, we gaan het wel uitgeven. En wat natuurlijk prima voor die economie is, omdat we toch belasting betalen over ons spaargeld. Ja, dat altijd de manier is. Ik denk dat het goed is om inderdaad uit te geven, maar het is ook wel goed om een buffer te hebben om de zaken mee. Hè. Er zijn best wel wat schrijnende gevallen van mensen die geen geld hebben, mm-hmm. of te veel geld hebben uitgegeven, of geld in hun woning hebben zitten, waardoor ze eigenlijk geen speelgeld hebben. Ja, heel belangrijk is om gewoon een buffer te hebben, ja. en dat je daar niet voor gestraft wordt. Hè. Ja, inderdaad. Dat vind ik wel terecht. Ja, inderdaad. Ja. Ja, hoe dat. Het geld hebben we even aangesproken. Wat was nog een ander belangrijk thema? Waar ja, zorgverzekering. Ja? Natuurlijk, met z'n allen verwachten we een enorme stijging. Omdat er natuurlijk ontzettend veel coronagevallen zijn geweest. En daarin natuurlijk ook de gezondheidspremie, ziekenfondspremie behoorlijk gaat oplopen. We worden natuurlijk met z'n allen wat ouder. Ja, de verhoging die er aan zit te komen, vind ik meevallen. Het gaat om een premiestijging per jaar gemiddeld van €62. Dat betekent dat we gemiddeld zo'n €1.473 betalen. En kijk ik terug naar 2011, zaten we op €1.200 premie gemiddeld. Ja. Dus we zijn wel behoorlijk omhoog gegaan. Maar goed, de zorgkosten zijn natuurlijk ook enorm toegenomen de afgelopen jaar. Omdat we met z'n allen veel ouder worden. Ja. Dus ik vind de verhoging die er daarop plaatsvindt, vind ik redelijk meevallen. Oké. Okay. Ja. Nou ja, hoe dat. Dat is dus eigenlijk wat ik ook een klein beetje bedoelde net met die sigaar uit eigen doos. Hè, hoe dat, het is dan €62, maar het wordt wel weer duurder. En als je, denk ik, al die plusjes en die minnetjes bij elkaar wegstreept, denk ik dat per saldo. Dat er veel mensen zeggen van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar ik hou zo weinig over. Wel. Ik doe geen gekke dingen. Ik heb maar ja, wat de overheid wel heeft aangekondigd en wat je ook had kunnen verwachten, zijn natuurlijk enorme steunpakketten naar bedrijven gegaan. Absoluut. Hè? En kijk maar terug naar de vorige crisis. Toen is er flink bezuinigd en gingen we er echt op achteruit in onze portemonnee. Mm-hmm. Ja, ik denk dat we nu gelijkmatig blijven. Hè? Dat we er niet heel erg op vooruit gaan. Er wordt gemiddeld gezegd 1,2 vooruit. Maar laten we dat dus met alle kosten en inflaties op hetzelfde houden. Ja, betekent wel dat we niet 5% moeten inleveren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ja, je kunt er beide wat voor zeggen. We hebben natuurlijk de economie moeten redden. Een hele hoop bedrijven moeten redden. Ja, inderdaad. Ja. En dan zijn dit de uitkomsten, dan denk ik dat we daar toch op zich blij mee moeten zijn. Nou ja, laten we in ieder geval blij zijn dat we al die tijd zo'n spaarzaam landje zijn geweest. Dat we dus dit ook ons met ons allen kunnen veroorloven. Hè? Ja, onder andere de bedrijven overeind houden. Hè? Hoe dat, maar ook dat we dus daadwerkelijk niet allemaal drastisch letterlijk omvallen. Doordat de kosten enorm stijgen. Ja, dus ik denk dat we daar wel heel blij mee mogen zijn. Ja. Dus de zorg, €62, hoe dat, inderdaad als je het zo hoort, lijkt dat inderdaad wel mee te vallen. Dus verwacht jij daarin nog wat andere klappen dan? Want de zorg is natuurlijk op dit moment toch nog wel een zorgenkindje. Nou ja, weet je, dat is voor dit jaar. Weet je dat er een stijging is voor de komende jaren is natuurlijk bekend. Kijk, we worden met z'n allen gewoon gemiddeld een jaar of 10 ouder. Ja. Hè, dus, dus daarin zal de premie de komende jaren wel verder gaan oplopen. Mm-hmm. Dus ja, hoe gaat zich dat vormen? Hè? Ik gaf net al aan, 2011 is het 1200, nu zitten we op een €1.473 gemiddeld. Ja, dus dat is wel een behoorlijke stijging die daar natuurlijk in plaats heeft gevonden. Ja, die lijn zal zich voortzetten. Dat zal volgend jaar richting een 1500 gaan. Daar moet je wel op rekenen. Ja. Goed, als de inflatie zijn werk blijft doen en ons inkomen stijgt, is dat natuurlijk niet een probleem. Maar je krijgt wel een scheef groei als dat richting 1600-1700 gaat en wij gaan verder in ons inkomen verder niet vooruit. Dan heb je natuurlijk wel ergens een keer een behoorlijk knelpunt. Ja, snap ik. Dus...
Jij kreeg een telefoontje binnen, of niet? Ja, dat klopt. Ja, dat zag ik. Dus, zijn je nog wat meer dingetjes opgevallen? Altijd goed om even eens te melden aan de kijkers, is dat jij ook heel actief bent op social media. Hè? Dus op zowel je eigen Facebookpagina, ik heb net al even jouw Twitterpagina, die heb ik hier ervoor zitten, maar zo ben je ook heel druk op Instagram. En het is altijd goed om Adriaan ook te volgen, want hij heeft altijd hele interessante blogs en interessante nieuwsweetjes waar je dus heel veel uit kunt halen. Ja, en uiteraard is het natuurlijk belangrijk dat je hier naar onder andere Kogel Spruitke kijkt. Want daar dan, ja, dan krijg je ook nog wel het een en ander te weten van die man. Om daar even op in te haken. Ik post iedere ochtend 2 nieuwe berichten van actualiteiten. Dat betekent dat kan over hypotheken gaan, maar dat kan ook over bedrijven gaan, de economie. Dat kan over zorgverzekering gaan, dat kan over verzekeringen gaan, dat kan over sparen gaan, beleggen. Dus eigenlijk alle vormen die daar voorbij komen. En dan probeer ik dat wel echt in een beetje Jip en Janneke taal te verwoorden. Met altijd een afbeelding, hè, zodat je ook de afbeelding kunt zien dat je een beetje een idee hebt. Mensen zijn niet van het ontzettend grote stukken lezen. Ja. Maar voornamelijk door de afbeelding moet je kenbaar maken wat je doet. En ik... dat doen we inderdaad op heel veel social media kanalen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat daar hoor ik niet. En ik krijg ontzettend veel reacties op. En ook heel veel klantverzoeken die zeggen van nou, ik wil graag een keer je sparren over of mijn hypotheek, verzekering of andere financiële vraagstukken. Dus ja, het werkt ook voor mij heel goed. Maar het is voornamelijk informerend. En af en toe krijgen we nog wat lekkers. Ik zie daar heerlijke repen Tony Chocoloni voorbij komen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik eet ze niet allemaal zelf op, want dan komt het niet goed. Maar in ieder geval een hele hoop, deze klant ook, die geeft gewoon heel duidelijk aan ons toe. Ja, weet je, we zijn super blij met jullie. Super blij met de besparing, super blij met het geduld wat jullie hebben. Ja. Iedere zaak loopt natuurlijk vlekloos. Het ging om een zaak waar onder andere een scheiding in voorkwam. Ja. Dat er een woning op naam gezet moet worden. Ja, weet je, dat zijn langdurige processen met allerlei papierwerk. Want natuurlijk daarbij komt kijken met verdelingen. Nou, ook daarin hebben we goed kunnen helpen. En ja, hoe mooi is het dat je van een klant terug hoort dat ze erg tevreden zijn. En dat ze ook in hun omgeving gaan rondbezuinigen. Dat ze tevreden over ons zijn. Ja, ja, nou, daarnaast gaf ze ook aan van, ja weet je, als je het wil gebruiken voor je social media, dan mag dat. Nou, daar hebben we uiteraard gebruik van gemaakt. Kijk, en, snap ik. Dan zie je ook alle warme reacties van andere klanten die daar weer op reageren. Ja. Die zeggen van, ik word inderdaad ook goed geholpen. Ja, hoe mooier. Ja. Dan dat kun je krijgen. Hè? Dat doen we met z'n allen. Daar doe je het voor. Daar doe je het inderdaad voor. Zeg maar even weer terug naar de troonrede van gisteren. Hè? Dus we hebben net de huizenmarkt even aangesproken. We hebben de belastingen even aangesproken over het geld. Net de zorg. Er was nog een paar kernpuntjes meer. Zakelijk gezien zijn er een aantal wijzigingen. Je ziet wel, particulier worden we redelijk gespaard. Maar zakelijk... dan worden wel wat andere maatregelen genomen. Mm-hmm. Het moet ergens vandaan komen natuurlijk, een stuk terugbetaling. We gaan met de elektrische auto bijvoorbeeld van 8% bijtelling naar 12% bijtelling. Heb ik gezien. En die lijn wordt doorgetrokken naar 16% in 2022. Dat betekent dat het fiscale voordeel wat je dus de afgelopen jaren hebt gehad, dat terugloopt. Ja. En ook de waarde van 12%, die gaat straks over 40.000 maximaal in plaats van de 45 wat het eerder was. Dus, daarin worden wat minder gestimuleerd en krijgen we gewoon een hogere bijtelling en dus meer belasting betalen. Dat is bij de elektrische auto, maar daarnaast ook de zelfstandige aftrek, die waar we allemaal mee te maken hebben. Hè. Je bent als zelfstandige, heb je een bepaalde winst, dan mag je daar een zelfstandig aftrekken voordat je belasting gaat betalen. Mm-hmm. Nou, dat was 7.000 euro ruim. En die gaat naar 5.000 in 2028. Die wordt dus de komende jaar wordt die afgebouwd. Yeah. En er is zelfs een ondergrens tot aan 3200 euro. Dus hij gaat echt van 7.000 naar 3200 euro terug. Dus dat is een behoorlijke verandering. En die heeft ook behoorlijk ingrepen natuurlijk op om het
te betalen belasting. Nou ja, weet je, waar ik dus heel benieuwd naar ben, is nu dat die bijtelling er dus drastisch wordt verhoogd voor die elektroauto's. Hoe die stimulans dan uiteindelijk nog gaat zijn om dan zo'n elektrisch karretje maar te kopen. Want het interessante was dat het voordeel opleverde bij ons in de portemonnee. En dat verdwijnt voor een heel groot gedeelte. Toch? Ja. Nou ja, er zijn nog natuurlijk best wel wat andere stimuleringsmaatregelen die er zijn. Hè? Hmm. Ik bedoel, er blijven bij die elektrische nog een aantal andere voordelen bij. Hè? Dat wegenbelasting en dat soort zaken die niet van toepassing zijn. Dus okay. Er is een hele hoop stimulans, maar je ziet wel dat het steeds meer in het DNA kruipt van onze Nederlander om toch voor elektrisch te gaan. Omdat je niet alleen denkt aan het financiële voordeel, maar toch ook wel aan wordt meer gedacht aan de planeet, zeg maar. Mm-hmm. Ja, en er komen ook steeds meer auto's bij die wat bereikbaarder zijn. Hè, want daar gaat het om. Ja, kijk je naar de ID3 van een Volkswagen bijvoorbeeld. Ja, dat zijn alweer prijzen die weer een beetje in het middensegment vallen. En dat betekent dat er gewoon auto's op de markt zijn gekomen die, als je kijkt naar dat soort tarieven wat je daarvoor betaalt in leasing bijvoorbeeld, dat die weer redelijk bij de normale auto in de buurt komt. Mm-hmm. En dat de drempel om te kiezen niet alleen maar van fiscale voordeel hoeft af te hangen, maar dat je ook gewoon naar andere dingen kijkt. Ja goed, en dan kijk ik op menig parkeerplaats hoeveel Tesla Model 3 er wel niet rondrijden. Yeah. Dat is inderdaad geboren uit het financiële voordeel, maar ook gewoon... Ja, toch ook wel, ik rijd Tesla, zeg maar, hè. Dat gevoel, dat heeft ook wel de overhand gekregen. Dus het is niet alleen maar het fiscale voordeel wat nu op dit moment de tendens heeft. Dus het verschuift wel meer ook naar het vooral planeet en ook wat comfortabel rijden. Over comfortabel rijden, de nieuwe Polestar die eraan komt, waar jij ook in kunt bemiddelen, dat is wel een hele strakke bak. Ja, klopt. Daar is een enorme ontwikkeling en ja, weet je, de komende jaren zal dat verder doorzetten. Ook de tweedehandsmarkt natuurlijk, hè, mm-hmm. van elektrisch die er straks natuurlijk op de markt gaat komen. Die wordt opnieuw ingezet. Dus dat betekent dat we met z'n allen wel gaan verschuiven naar elektrisch uiteindelijk. Ja. Goed, en op het moment dat er wat minder stimulerende maatregelen komen voor dieselauto's bijvoorbeeld, ja, ben je ook steeds sneller geneigd om natuurlijk elektrisch te gaan rijden. Klopt. Dus, ja, we gaan er met z'n allen naartoe. Ja. We hebben natuurlijk ook een doelstelling vanuit de overheid om in 2030 de aantallen te halen. Dus ja, die gaan we niet halen, maar dat we met z'n allen wel naar elektrisch gaan is wel duidelijk. Ja. Waar ik ook heel benieuwd naar ben, omdat je net even die tweedehands markt aansprak. En ik weet niet of jij daar informatie over hebt, maar dat is, ik heb iets van gehoord dat die accu's een bepaalde levensduur hebben. Kijk, een accu van een elektrische fiets zit je op tussen de 500 en 700 euro om die te vervangen. Maar zal van een autootje nou wel een beetje duurder in, op zijn Twents gezegd. Dus, is een stuk duurder, maar je ziet wel dat een Tesla, zeker in de nieuwe ontwikkelingen, dat accu's zijn die echt tonnen. Tonnen, oké. Echt wel tonnen aankunnen. De ID3 is datzelfde, dus okay. Er komen steeds meer betere accu's op de markt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me wat meer zorgen maak over de auto's die een jaar geleden of 5 jaar geleden op de markt waren. Ja, dat bedoel ik. En dan ga je meer van, ja, weet je, als je een accu moet vervangen en je betaalt daar een 10.000 euro voor, of dat nog rendabel is op zo'n auto. Hè? Mm-hmm. Dus dat blijft natuurlijk altijd een omslagpunt. Wanneer kan het nog uit? Ja. Dus er zijn wel, er is een omslagpunt, maar er zijn op dit moment wel de accu's die nu op de markt komen, ja, die dat vele malen langer kunnen volhouden dan waarschijnlijk de carrosserie van de auto zelf. Dus, oké. Okay. Nou ja, hoe dat. Even weer terug naar Prinsjesdag. Is er nog een punt meer wat we nog moeten aan moeten halen? Nee, dit waren eigenlijk de hoofdpunten. De hoofdpunten wel, ja. Sociale huur, daar is nog wel aandacht aan besteed. Dat we daar nog een 40 euro per maand gemiddeld minder gaan betalen. Hè? Dus dat daar is aan gedacht. Ja, voor de rest hebben wij in grote lijnen wel besproken wat wij, wat er een hoofdpunt eigenlijk is. Hè, dus heel kort, hoofdpunten waren zorgverzekering, gaan we iets meer betalen, maar vind ik meevallen, is 62 euro per jaar. Qua netto loon gaan we er iets op vooruit, hè? 1,2% voor mensen in loon is 0,4% op het moment dat je met pensioen bent. Spaargelden worden minder belast. Hè, die gaan van 30.000 euro onbelast naar 50.000 per persoon. Wat natuurlijk heel mooi is.
Ja, en natuurlijk, wat een heel belangrijk punt is, is die starter op de woningmarkt. 35 jaar of jonger betaalt vanaf 1 januari geen overdrachtsbelasting meer. Dat betekent dat je nu wel kunt aankopen als je maar bij de notaris passeert na 1 januari. En de belegger wordt gestraft, want de belegger, de klant die zegt, ik ga een woning kopen voor een tweede beleggingspand. Ja. Die mag vanaf 1 januari 8% gaan betalen. Dat is een behoorlijke wijziging. Ja, goed. En de elektrische auto waar we het net over hadden, gaat dus naar van 8-12% bijtelling. Nou, dat waren in hoofdpunten eigenlijk de punten die gisteren naar voren zijn gekomen. Al met al denk ik, we gaan er niet super op vooruit, maar we gaan er ook niet 5% op achteruit. En denk ik dat we er met z'n allen gewoon heel positief over mogen hebben. En dat we weer vooruit mogen kijken dat we volgend jaar een mooie groei krijgen in de economie. Nou, ik denk ook als ze nu aan waren gekomen met een horror scenario, dat ook iedereen massaal de knip dicht zou doen. Weet je, ja, ik denk dat ze dit, de coronacrisis en wat het allemaal kost, dat ze het echt over 10, 15, misschien wel 20 jaar uitsmeren. Om dat uiteindelijk maar, zeg maar een beetje terug te vinden. Als ze dat nu direct hadden gezegd van we gaan er zoveel in koopkracht op achteruit, had er iedereen gezegd van oké, badkamertje maar niet vervangen, auto maar niet vervangen. Dus, dus ik denk dat ze dat wel slim gedaan hebben. Wat ik trouwens ook nog wel iets moois vond, is dat Alexander aansprak over bij de Belastingdienst, dat er zoveel misging met die toeslagenaffaire. Dat hij ook Groningen nog eens een keer met die huizen, met die gaswinning extra benoemd heeft. En ik hoop ook daadwerkelijk voor die mensen dat er ook daadwerkelijk wat verandert. Dat het niet alleen maar bij mooie woorden van de koning blijft. Weet je wel? Nee. Dus en voor de rest was het denk ik een interessante Prinsjesdag om even te zien. Was anders dan anders. Ik heb de Gouden Koets niet gemist persoonlijk, maar ja. Nee, precies. Ja, dat zijn allemaal details. Daar worden jij en ik worden daar niet zoveel anders van. En anderen waarschijnlijk ook niet. Dat die mooi naar een museum toe gaat, die koets. Helemaal prima. Dus, ik denk, we hebben net even alles weer opnieuw opgenoemd. Ik denk dat we er eigenlijk wel uit zijn, of niet? Met z'n tweetjes voor wat de Prinsjesdag betreft. En wat het financieel ons zowel zakelijk als privé kan opleveren. Ik denk, dus... mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze uitzending, die we natuurlijk gaan delen op alle social media kanalen, schroom niet. We staan altijd open voor een gesprek en dat is altijd vrijblijvend en kosteloos. Ja. Het eerste gesprek is gegevens op postmaadvies.nl zijn te vinden over ons, over allerlei stukken. En social media kanalen van René en mij, daar kun je uiteraard gaan volgen vanaf nu. Ja, dus ik heb net je website er weer voor gezet. Dus wat dat betreft, zoek contact met Adriaan om financieel advies in te vragen. Dus ik denk dat wij dit gesprekje tussen ons tweetjes dan maar eens even gaan afsluiten. En dan bedank ik jou in ieder geval weer voor jouw tijd en voor je aandacht. En dan kijkers, nogmaals, neem gewoon even contact op met Adriaan. En ga naar zijn website postmaadvies.nl. En dan krijg je daar de nodige extra informatie. En maak anders gewoon een afspraak met hem. Dus Adriaan, jij bedankt. En dan zien we elkaar snel weer. Gegroet, hè. Hoi, hoi. Doei, doei. Hoi. Kijk, en dat was dan Adriaan Postma van Postma Financieel Advies. Ja, en mocht je nou zeggen van joh, ik wil zelf ook opnames maken bij jou hier in de studio, dan kan dat. Want we hebben hier natuurlijk, of je hebt een leuk onderwerp wat ik wil behandelen, of wat je graag behandeld wil zien. Hè, een thema wat je dwars zit binnen het Oldenzaalse, het Twentse, het landelijke, geen enkel probleem. Neem even contact met mij op. Dat kun je gewoon doen door hier even een e-mailtje naar te sturen naar info@videocontentcompany.com. En als je nou denkt van moet dat dan nou hier in die studio van jou, moet dat op die manier? Nee, dat hoeft niet. Want dit is een virtuele studio en we kunnen dus gewoon, hupla, met een druk op de knop kan ik dit allemaal zo veranderen. He, je kunt zien bewegende beelden, dus video's kunnen we hier in plaatsen, maar ook foto's. En als je zegt van ik wil bijvoorbeeld een productpresentatie doen, hup, op
bovenop de Eiffeltoren, geen enkel probleem. Of zeg je van, ik wil een leuk gezellig filmpje opnemen, bijvoorbeeld een videoclip of iets achters met de achtergrond de Malediven, voilà. Maar we kunnen ook bij jou in de zaak langskomen, hè? Dus dat kan ook, kunnen we foto's maken. Bijvoorbeeld van een keukenopstelling, als je bijvoorbeeld een keukenboer bent. Een tegelgroothandel, magazijn zoals je hier ziet in je winkel, in je showroom. En dan kunnen we dat hier namelijk met goed licht, goed geluid, kunnen we dat hier in de studio opnemen. Want ik zit hier gewoon in mijn greenscreen studio. Kijk eens hier, daar is waar ik zit. Overigens helemaal volgens de regels van het RIVM, 1,5 meter, geen enkel probleem. Normaal gesproken zit ik met mijn switches, met mijn knopjes, die zit ik daar aan de overkant. En dus op die manier hebben we ruime afstand tot elkaar. En neem gewoon maar eens contact met mij op video@contentcompany.com. Dat is hier dit verhaal wat hier staat. En dan, dan kunnen we eens kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Nou, ik zie op dit ogenblik het magazijn achter mij. En met een druk op de knop zit ik ook weer in mijn virtuele studio, zoals je ziet. Dus, neem maar eens gewoon contact met me op. Kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen voor het opnemen van webinars, livestreams, talkshows, productpresentaties. Is allemaal mogelijk. Dus, ik zou zeggen, neem maar nogmaals contact op en dan bespreken we de mogelijkheden. Nou, dan gaan we de uit voor vandaag. Morgen ben ik er weer met Let's Talk Invicta om 3:00 middags met een horlogemerk. Mooie klokjes, mooie prijzen. Dus ga dan ook zeker kijken. Dus voor vandaag zit het op voor mij. Tot ziens, tot de volgende keer maar weer. Ajoe!